ik ben echt blij dat we geen school hebben vandaag. Oh, ik ben zo blij dat het weekend is. Oh, maar ik heb echt geen zin in school weer. Ja, klopt. We moeten nog zoveel huiswerk doen en zo. Ja, inderdaad. Ik ben blij dat we wel vandaag gewoon bij elkaar kunnen zitten en gewoon kunnen relaxen, toch? Ja, klopt. Wat zullen we nu doen? Ik ben eigenlijk best wel moe, maar we kunnen nog wat doen voordat ik wegga. Ja, misschien wat kauwgom of zo. Wil jij dat? Oh ja, laat ik het even pakken hoor. Laat me even kijken waar ik het nou weer had gezet. Oh, hier. Ik heb hier in dit tasje wat kauwgom. Oh ja, leuk. Geef maar. Zo, hier heb ik een hele grote voor mezelf. En dan heb ik er nog eentje voor jou. Zo, alsjeblieft. Dankjewel. Het is wel een heel groot stukje kauwgom. Ja, klopt. Hij is echt heel lekker ook. Nou, laat ik maar gewoon een kauwgombal gaan blazen. Kijk, is hij niet gigantisch? Oh wauw, ik wil het ook proberen. Oké. Oh, oké, hij was dus te groot. Geef niet, haal maar van je gezicht af. Het is echt heel leuk met kauwgom spelen. Maar waar moet ik het nu opbergen? Zullen we het ergens aankleven en dat laten als ons geheim of zo? Als ons geheim. Het kan wel hoor, als jij dat wil. Hey jongens, kan ik ook met jullie spelen? Nee, Emma, wij zijn hier aan het spelen met elkaar. Alsjeblieft, ga weg. Ik wil gewoon even met Pia spelen. Ja, maar ik wil ook wat doen. Er is helemaal niks te doen. Mam, Pia en Emma zijn met kauwgom aan het spelen. Kauwgom? Als ze maar geen troep maken, is het oké. Okay. Ja, maar ik wil ook wat doen, mam. Ik verveel me echt super erg. Nou, Emma, je moet zo alvast gaan slapen. Ga maar alvast slapen anders in je aankleden en je tanden poetsen. Jongens, Pia, het wordt al laat. Ga je niet naar huis? Ja, ik ga zo naar huis, mevrouw Vogel. Het komt goed. Ja, we zijn hier gewoon even met kauwgom spelen. Kauwgom? Wat? Je moet die kauwgom gelijk wegdoen. Ik wil geen kauwgom in het huis. Gooi het gelijk weg, want het maakt een rommel. Ja, mam, het is gewoon wat kauwgom. Kunnen we er alsjeblieft nog even mee spelen? Nee, jongens, gooi het gelijk weg. Anders plakt het straks in je haar en dan moet ik het opruimen. Ik wil ook spelen. Ik wil ook kauwgom. Nou ja, ik ga gewoon kijken wat hun aan het doen zijn. Misschien zijn ze wat leuks aan het doen. Oh, nou ja, ik moet dus naar huis. Maar wat moeten we nou doen met die kauwgom? Oh, ik heb een leuk idee. Laten we het achter de trap plakken. Dat vindt mijn moeder vast super erg. Hier? Oh ja, hier. Precies. Dit wordt dan ons geheim. Zo, laten we het hier achter plakken. En de volgende keer halen we het dan weer weg. Oh, wauw. Dus dit zijn ze dus aan het doen. Ze hebben allemaal geheimen. Wauw. Wat fijn dat ik dit allemaal hoor. Laten we dus allemaal opplakken, oké? Zo, en dan kun je nu naar huis en dan zie ik je maandag weer. Ja, ik heb alleen helemaal geen zin in school. Jij? Ook niet. Ach, het is zo saai en het is zo veel. Nou ja, is goed, Pia. Zeg het maar als je veilig thuis bent. Ja, is goed. Nou, ik ga denk ik even douchen en even mijn tanden poetsen, want ik ben echt heel moe. Ze gaat dus douchen en haar tanden poetsen. Laat even kijken wat ze daarachter heeft geplakt. Ik ga even naar boven en dan ga ik gelijk slapen, want ik ben echt moe. Oké. Emma, waar ben je? Moest ze haar tanden niet poetsen en haar kleding aandoen? Laten we eens even kijken wat ze hierachter hebben geplakt. Huh? Het is kleverig spul, maar ik heb geen idee wat het is. Is het slijm of zo? Oh nee, ik zit vast. Ik zit vast. Oh nee, iemand help me. Ik zit helemaal vast hier. Zo kom ik niet los. Huh? Emma, waar is ze nou? Waar kan ze op dit moment in godsnaam zijn? Wat is het zo gek? Normaal is ze hier altijd. Hanna, heb jij misschien Emma gezien? Nee, ik ga niet douchen en ik ga mijn tanden poetsen, mam. Ik heb geen idee. Iemand, help me. Help me alsjeblieft. Huh? Ik hoor haar wel. Ze zit toch niet voor de tv? Huh? Ze zit niet voor de tv. En ook niet op tafel. Waar is ze? Zit ze misschien daar? Mam, mam, ik zit hier. Ik zit vastgeplakt. Huh? Emma, wat doe je in godsnaam daar? Kom er gelijk vanaf. Wat, hoe plakt je nou achter de trap? En wat zit er op je rug?
Ja, man, ik zat vast. Want Hanna en Pia hebben iets op de muur gekleefd of zo. Iets op de muur gekleefd? Oh, het is zeker die kauwgom waarvan ik zei dat ze niet moesten eten. Nou, dat is erg zeg. Ik ga ze morgen straf geven. Dit mogen ze dus echt niet doen. Ze mogen dat echt niet hier achter plakken. Dat is super vies en super ranzig.